Ja, Delano, daar is hij dan eindelijk. Vorig seizoen in 3 competitiewedstrijden ingevallen. Dit seizoen tot nu toe 10 keer. En dan vandaag het basisdebuut. Zag je hem aankomen? Eigenlijk niet helemaal. Van der Moot was natuurlijk geblesseerd. En dan heeft hij keuzes en een aantal buitenspelers. Ik zag hem eigenlijk niet helemaal aankomen. Maar fijn dat ik mocht starten. Wanneer kreeg je dit te horen? Een uur voor de wedstrijd tijdens de wedstrijdbespreking. Ja. Nou, en toen moest je snel gaan klaarmaken. Want tot nu toe heb je maar heel weinig minuten gemaakt, hè? Ja, niet al te veel. Nee, zeker niet. Maar toch wel fijn dat ik elke keer kan invallen. En dat ik dan nu vanaf het begin mag starten, vind ik wel heel fijn. Eerlijk is eerlijk, je hebt prima gespeeld. Heb je ook zo'n goed gevoel over de wedstrijd overgehouden? Voor mezelf, individueel, heb ik een prima wedstrijd gespeeld, vind ik. Ik heb in aanvallend opzicht niet heel veel kunnen doen, maar verdedigende taken heb ik goed uitgevoerd. En meestal speel je dan al een 6. Ja, extra zwaar natuurlijk inderdaad. Je moet mee verdedigen. Aan de kant kon je wel je directe tegenstander lekker uitlopen. De trainer heeft jou dat ook geadviseerd, hè, halverwege de wedstrijd. Ja, de trainer had me inderdaad meegegeven om vooral mijn snelheid te gebruiken. En gewoon die bal er langs te tikken en met snelheid er langs te gaan. En dat is een paar keer wel aardig gelukt. Begin je deze wedstrijd heel afwachtend? Dat was het plan? Het plan was om inderdaad een beetje in te zakken en hun aan de bal te laten. En dan uiteindelijk zelf wat uitbraken te krijgen. Dus wat snel in de counter. Daar kwam ook die goal uit van Spruit, de eerste. En dat was eigenlijk een beetje ons idee. Ja, er waren fases dat echt AFC de overhand had. Maar ook behoorlijk veel kansen uiteindelijk gekregen, gecreëerd. Zodat de wedstrijd echt in evenwicht was. 2 keer op voorsprong gekomen. Toen jij het veld uitging was het 2-2. Met welk gevoel ging je eruit? Dacht je van, dit gaat toch nog wel goed komen. We gaan die winnende toch wel maken, hè? Ik ging best wel met een goed gevoel eruit. Ik had wel het gevoel dat we zeker nog een goal konden maken. Vooral met die kans van Spruit. Jammer dat hij er niet inschiet. Maar dan is het gewoon het is vervelend dat hij dan in de laatste seconde nog bij ons erin valt. Dat is gewoon heel jammer. Ja, een scheidsrechter die maakt een beslissing. Terwijl daar zwaar over gedebatteerd kan en mag worden natuurlijk, hè? Ja, zeker. Net in de kleedkamer was het natuurlijk vooral frustratie. En kreeg ook een foto te zien waarop te zien was dat de bal duidelijk op de knie kwam. En niet op de hand. Dus ja, het is gewoon ontzettend jammer dat het dan zo gebeurt. Ja, voor jou een klein beetje positief gevoel. Want ja, je hebt die basisplaats. Voor jou is het nu pakken en gewoon de volgende keer gewoon opnieuw er staan. Ja, zeker als ik er weer mag staan, dan ga ik ontzettend veel mijn best doen. En strijden, gewoon voor de ploeg. En hopen dat we dan wel de 3 punten kunnen pakken.